Marian, we zijn hier bij jou in de MT met de Boerenweken. Hoe is dat bevallen? Boerenweken is heel erg goed bevallen. We hebben 4 weken lang een heel leuk thema aan de traditionele boerderij aangehouden. En de hele winkel is erop aangekleed. Nou, we hebben lokaal hele leuke acties gedaan. Elke afdeling heeft een product ingezet. Mijn bedrijfsleider heeft in die zin heel veel bedrijven benaderd om met ons samen te werken in het thema. En dat pakt heel goed uit. Mensen reageren er heel goed op. En het is lekker lokaal, want er wonen veel boeren in Kotterbroek. Dus dat is goed. Ik zag net het mooie servies van Wiebe van der Zee. Zelf ook aanwezig. Ja, Wiebe is vandaag in de winkel. En die wil graag zijn verhaal vertellen aan onze klanten. Nou, die komt toch eventjes uit Friesland 2 uurtjes rijden om ook samen met ons het verschil te maken. Ja. Door ook hier aan onze klanten te vertellen wat hij doet. En mensen vinden dat heel erg leuk. Ja. Maar nu een hele andere vraag. Er gaan geruchten dat het gaat veranderen, hè, de MT. Ja, nou dat gerucht dat klopt helemaal. En wij gaan co-op worden. Het zal over ongeveer een jaar het uit gaan rollen. Dus dan, dat wordt opnieuw investeren voor ons. Ik heb gehoord Jumbo of co-op. Waarom de co-op? Nou, er zijn berekeningen gedaan om in ons marktgebied te kijken van welke formule past het beste bij onze klant en bij ons als ondernemer. En dan blijkt co-op toch de allerbeste formule te zijn om hier toe te passen. Ja, daar ga ik op assortiment in ieder geval goed op vooruit. En wat ik heel erg leuk vind is dat er goed naar je als ondernemer wordt geluisterd. Van bijvoorbeeld over de kosten en over zouden niet van kapitaalvernietiging. Dus we gaan kijken wat er in de winkel nog gebruikt kan worden. En we hebben net 1,5 jaar terug natuurlijk flink geïnvesteerd. Ja. Dus je spullen zijn nog prima te gebruiken. Maar dan zal het een co-op invulling krijgen, ja. Hele andere kleuren natuurlijk, hè? Vind je het een uitdaging of zeg je, ik zie er toch wel iets tegenop? Nou, ik zie er niet echt tegenop. En ik ben zelf natuurlijk al een beetje in stijl, zie. Een beetje de co-op kleurtjes heb ik al. Dus dat is het eerste wat we hebben. Ja. Nee, maar ondernemen is risico's nemen. En daar zie ik echt niet tegenop. Nee, kijk. Je bent natuurlijk net klaar, hè? Ja, we zijn net klaar. En financieel houdt het voor ons best wat in. Maar als je een goede supermarkt in een dorp als Kotterbroek kunt behouden. Dan kunnen we dat gelukkig ook op de lange termijn toch proberen terug te verdienen. En dat moet je ook op de lange termijn zien. Dus ik zie daar niet tegenop. Nee. En je bent een jonge ondernemer, dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, ik ben net een jonge hond wat dat gaat. En ik hou ervan om dat risico gewoon te nemen. En daar niet te veel over na te denken, maar toch juist op de lange termijn denken. Ook voor mijn club een stukje continuïteit bieden. En ik denk dat we dat met co-op prima gaan redden. Ja.